Een van de beste schilders uit de Gouden Eeuw, Jacob van Ruisdael, heeft vele malen mijn kasteel op doek gezet. En menigeen zal zeer waarschijnlijk zeggen, daar wil ik wel eens heen. Naar die oude, indrukwekkende burcht met die 10 eeuwen geschiedenis. En dat kan. Mijn kasteel bezoeken dat al sinds 1421 door vorstelijke families wordt bewoond. Je bent echt van harte welkom en ik vertel je graag wat er in mijn eeuwenoude burcht zoal gepasseerd is. Dus het beste is geen film kijken, maar zelf komen. Er zijn. Door mijn eeuwen lopen. De jaren ruiken en voelen. Dan ga je eerst door mijn onderste poort om een beetje nederig te worden. Zoals dat al eeuwen zo gaat. Je ruikt dan de geur van honderden jaren en gaat vanzelf fantaseren bij zoveel historie. Over ridders, ruiters, kantelen, paarden en kanonnen. En nieuwsgierig ga je daarna door de bovenste poort, die door Philip Vinkboons zo rond 1660 gebouwd is. En dan staan jouw 2022 voeten op mijn grond van 1050. En zie je de paarden en ruiters al voor je? De weergang vol ridders met kruisboog en kogels? Want het is ook een burcht, hè? Ik moest me wel kunnen verdedigen in oorlog. Bijvoorbeeld met een onverwachte uitval. En natuurlijk heb ik, zeker bij een lange belegering, ook water nodig. En dat is er gelukkig. Een heel diepe eigen bron. Ik begin zo rond de 1020 met graaf Otto van Northeim als eerste bewoner. En dat gaat zo door tot op de dag van vandaag. Best wel iets om trots op te zijn, ja toch? Maar we gaan eerst naar mijn andere trots kijken, mijn wagenpark. Want om status gaat het in de 18e en 19e eeuw ook heel vaak. Waar rijdt hij mee? Hoeveel koetsen heeft hij? Nou, dit is... Weet je trouwens dat in die prachtige zwarte landauer daar jullie koningin Emma vaak opgehaald werd van het Buntheimer station? Die logeerde hier vaak bij haar zus, vorstin Pauline van Bentheim. En samen reden ze graag met de koets naar een kuurbad. Voor we mijn mooie burcht ingaan, eerst de buitenkant goed bekijken. Wat een prachtige muren, hè? Al die vormen en versiering. En uiteraard werd de Bentheimer zandsteen gebruikt. Wat een entree heb je dan, hè? Maar nu gaan we er echt in. Ja, dit is nog eens wat je noemt een binnenkomer, hè? Meteen ook bij de indrukwekkende Romaanse ridderzaal. Maar in 1913 werd ik tot mijn schrik verminkt tot een banketzaal. Een banketzaal. In de stijl van het historisme. Gelukkig met behoud van de rondbogen en middenpilaar. Ik ben dus niet al te veel verminkt, maar toch. Oh, kijk. Je hebt geluk. Je mag straks nog aanschuiven ook. Ja, want soms komt de kasteelheer uit een vluchtruimte je daarvoor uitnodigen. Aardig, hè? En natuurlijk maakt het kasteelspook van zo'n geheime ruimte ook gebruik. Ze doet geen kwaad, hoor. Ze verdwijnt weer geluidloos. We kunnen natuurlijk niet alle kamers in. Dat zijn er echt te veel. We gaan naar boven. Mooie trap, hè? En daar ben ik toch zo blij mee op mijn leeftijd. Een luie trap is dit. Die loopt zo makkelijk, hè? Heerlijk gewoon. En ik kom ook nog wel eens een paar oude bekenden tegen. Dan voel ik me niet zo eenzaam hier. En hier kan ik ook zo ontzettend van genieten. Wat mooi, hè? Ja, ze kunnen echt wel wat, hoor. Nou, dit was dus eerst de eetzaal boven de ridderzaal. Nog echt middeleeuws gebleven. Een kruisgewelf met een zandstenen middenpilaar. Maar nu wordt hier de historie van paarden, wapens, harnassen en zo bewaard. Oorlog voeren moet natuurlijk ook wel een beetje leuk blijven. Dus alles mooi versieren. Ja, de ridders en paarden willen niet met een lelijk zwaard, maar alleen mooi doodgestoken worden. Kijk, ook de handen tot in detail beschermd, hè?
best wel goed. En dit is nieuw. Schieten door meer dan één loop per keer. Knap, hè? Maar mooi oorlog voeren moet je goed oefenen. En daar hebben ze dit voor. Maar ik denk dat je wel heel lang moet oefenen voor je hier binnen bent. Wat een hoogte, hè? Dit vind ik zelf de mooiste salon in mijn burcht. De Ernst August Salon in de vroegmoderne 1500-stijl. Op de bovenste verdieping van de burcht, de woonkamer voor de gasten. Kijk eens naar het extra hoge schitterende plafond en de prachtige ramen die het licht zo mooi verspreiden. Dat is toch genieten met een glas wijn, bier en muzikanten? Ik zei net dat jullie koningin Emma hier vaak gelogeerd heeft, hè? Nou, hier sliep ze, in dit prachtige hemelbed met porseleinen po. En achter die wandspiegel, daar in die hoek, was haar eigen badkamer. Wat een luxe, hè? Oh, daar is ze. Wat een herinneringen. Ik ben als burcht natuurlijk niets zonder zwaar verdedigingsgeschut. Kanonnen. Vooral op de zwakke zuidwestelijke flank. Loop maar eens mee. De muren van deze batterijtoren zijn wel zo'n 5 meter dik. Die houden er dus wel even uit. Een veilig gevoel. We gaan naar de gevangenissen. Want die zijn er natuurlijk ook. Vooral in de 18e eeuw waren er veel oorlogen. Toen is zelfs nog geprobeerd mijn mooie burcht op te blazen. Maar dat mislukte gelukkig. Ik heb dus heel veel gevangenen gehoord. Die stopten ze tot 1847 hier. Je zou er maar zitten, hè? Hulpeloos, machteloos, hopeloos, radeloos en vaak eindeloos. Ja, als je hier zit, is er heel wat los. Maar het kan nog erger. Dat zien we straks. Maar als er geen oorlog is, gebruiken alchemisten deze toren om op zoek te gaan naar de steen der wijzen. Daarmee hopen ze goud te maken of zoiets. Voor zover ik weet is die steen nooit gevonden. Maar ik hoor nog vaak iemand ermee bezig zijn. Volstrekt zinloos, denk ik dan. Zullen we maar eens naar buiten gaan, naar onze eigen kapel? Ik zie en hoor de bewoners daar nog heel vaak. Ik kom mezelf ook graag. Die heerlijke rust daar, hè? En die rugleuning. Knap toch? Puur vakmanschap. Maar weet je waarom ook? Heel slim, dan val je niet in slaap. Want het zit met dit in je rug natuurlijk voor geen meter. Ik kom hier ook graag, want ik ben hier nooit alleen, hè? Altijd wel gezelschap van oude bekenden. En sommige ken ik inderdaad al heel lang. En kijk, daarboven staan dan de zangers en muzikanten. En dat klinkt hier wel zo mooi. Hebben jullie trouwens nog puff die grote vierkante bergfried op te gaan, die kuittoren? We zijn er nu dichtbij. En die trap valt best wel mee, hoor. Ik klim die 30 meter al eeuwen. En het uitzicht zometeen, hè, dat is prachtig en maakt alles goed. Daar is die toren natuurlijk ook voor bedoeld, hè, voor het uitzicht. Ik moet tijdig mijn vijanden kunnen zien. En het zijn er heel vaak heel veel. En als het dan toch misgaat, dan klimmen mijn bewoners vanaf de binnenplaats snel met heel lange ladders naar de enige en hoge ingang van deze toren. En de ladders worden daar dan natuurlijk snel binnengehaald. Want in oorlogstijd houdt dit natuurlijk niet tegen. Weet je nog, oorlog voeren willen de bewoners altijd mooi doen. Ze noemen het niet voor niets krijgskunst. Dus als je dan toch iets of iemand kapot moet schieten, dan wel graag uit zo'n loop.
Ik zei net toch dat er nog een vreselijke kerker is? Nou, hier. Een gat van 12 meter diep in de kruittoren. Je kon er alleen met een touw in of uit. Ik heb hier echt heel vaak horen schreeuwen en kreunen, hoor. Die stakkers. Nu ligt er alleen maar rommel in. Zo'n slechte gewoonte, hè? Hou je rotzooi lekker bij je. Voor de laatste keer gaan we dus nog hoger voor het uitzicht. En bedenk wel, deze trappen zijn al een paar eeuwen oud. Nou, heb ik iets te veel gezegd? Wat een uitzicht, hè? Ver over de Bentheimerbossen en de Kronenburg. Ik kan hier uren staan genieten. Maar ik ben al een paar eeuwen oud en begin nu toch wel een beetje moe te worden. We gaan dus echt terug. Maar ik begrijp ook dat je meer van mij wil zien. Want er is ook nog zoveel meer te zien. Dus kom een keer hier en ga met jouw koets dan niet Bentheim in, maar zet hem even buiten mijn burcht. Vandaar loop je in 10 minuten van nummer 3 naar 2 naar de burchtingang aan de Schlossstrasse. Nou, moet lukken. Van harte welkom.